Als het hierom gaat? Ik krijg meestal in mijn inbox van je maakt ons zwart en je maakt ons belachelijk en je geeft ons schande. Maar ja, dat gaat echt een beetje mijn bevattingsvermogen te buiten, zeg maar, want ik snap dat niet van hoe doe ik dat dan? Want ik vertel gewoon wat ik heb meegemaakt en ik geef gewoon mijn mening. Maar ja, zo wordt dat ervaren. Ja. Nou, dan zou jij van de politiek, we hebben Klaas Dijkhoff nog live uit Breda aan de lijn hangen. Zou je van de politiek iets vragen? Want we zijn officieel een seculier land, maar als ik dit boek lees, dan denk ik, ja, er is een parallele samenleving bestaat daar. Die eigenlijk de seculiere wetten niet respecteert. Ja, het zou wel een heel stap vooruit zijn als bijvoorbeeld de moskeeën in het Nederlands gaan prediken. En dat alles gewoon in het Nederlands gaat, ook in internaten, weekendscholen, et cetera. Dat zou al vooruitgang zijn. Want dan kan je het in ieder geval volgen van wat wordt er nou eigenlijk precies verteld en wat staat er nou eigenlijk in die boeken. En zo kun je dat misschien ook beter bekritiseren, beter volgen, beter onderzoeken. Ja. Moet de politiek daar, ja, daar zijn er echt wetten voor. Je mag zelf toch uitmaken welke taal je spreekt, denk ik. Ja, dat mag, dat klopt. Alleen we zijn natuurlijk wel steeds kritischer op de effecten die dat soort dingen heeft op mee kunnen doen in de samenleving, ja, en de onderdrukking van anderen. En dit soort boeken, die zijn wel nodig. En ik snap het taalaspect, omdat je decennia geleden, jaren 60, 70, orthodoxe christenen of orthodox-christelijke gemeenten dezelfde soort problemen had, dan kon je in ieder geval de rest van het land er nog een mening over hebben, omdat je snapte wat daar gebeurde. Ja. En die kloof is natuurlijk nu groter. En zo'n boek gaat daar enorm hopelijk bij helpen. Ja. En het maakt denk ik ook meer indruk op meisjes en vrouwen die zich ook vrij willen vechten, dat iemand die dat zelf heeft meegemaakt het zegt of schrijft, dan wanneer ik iets vertel. Ja. Het is een interessant punt over ook die christelijke gemeenschappen. Want de reacties ook op jouw verhaal, wat je dan vertelt, zijn ook uit verschillende hoeken dan. Hè? Wat hoor jij? Ja, ik hoor dat het in Nederland een aantal tientallen jaren geleden precies hetzelfde was. En dat mensen precies hetzelfde meemaakten. En dat die problematiek eigenlijk identiek is. Ook al gaat het misschien over een andere godsdienst. Het is net zo goed problemen met vrouwen, met afvalligen, met homo's. Dus ja, in dat opzicht is hetzelfde. Ja.